Qi is de energie, de natuurlijke kracht in het universum. De oude Chinezen hebben het over de qi van de hemel, de aarde en de mens. Stel je voor dat je de qi in jezelf in balans kunt brengen en houden. Hoe lang en hoe gezond zou je dan kunnen leven? Dit is Qigong Shorts. Qigong oefeningen van maximaal een half uur om te integreren in je dagelijkse routine. Les 2. De ademhaling. Goeiedag. Vandaag ga ik je wat meer vertellen over de ademhaling tijdens Qigong oefeningen. We ademen niet alleen door onze mond, neus en poriën, maar tijdens Qigong concentreer je je eveneens op de ademhaling door de zogenoemde meridiaanpunten. In deze les neem ik één voor één de belangrijkste punten met je door. Laten we beginnen bij Yong Chuan. Die zit op de bal van je voet in de buurt van je grote teen en daarmee sta je op de grond. Kom maar in een ontspannen uitgangshouding staan en zet je voeten op schouderbreedte. En dan verplaats je je aandacht naar dit punt, naar Yong Chuan, achter je grote teen. Je staat er stevig mee op de aarde. Als je dat punt hebt, visualiseer dan eens dat er vanuit dit punt op je voetzolen een wortel groeit die diep de aarde ingaat. Steeds dieper en dieper ga je. Zie voor je dat je door vele aardlagen heen gaat. Laag na laag passeer je totdat je in de kern van de aarde bent aangekomen. Visualiseer dan dat jouw lichaamschi zich verbindt met de chi van het centrum van de aarde. En laat bij een uitademing oude en verbruikte chi uit je lichaam richting dit punt stromen. Neem daarna bij een inademing verse energie vanuit de aarde op in je lichaam. Doe dit meerdere malen achter elkaar. Breng je aandacht weer terug en open je ogen. Zijn we aangekomen bij Hui Yin. Hui Yin is te vinden op het laagste punt van je romp achter je geslachtsorgaan. Deze sluiten we tijdens de oefeningen en dat doe je door de spier van je pelvis aan te trekken. Dat is de spier die je aanspant als je je plas wil ophouden. Span hem maar eens aan. En laat dan weer los. Nog een keer, span aan. En laat weer los. Wanneer je aan het begin van elke oefening Hui Yin sluit, blijft er tijdens de oefening meer energie in je lichaam circuleren. Du Qi. Du Qi bevindt zich ongeveer 3 vingers onder je navel. Ming Men ligt recht tegenover Du Qi op je rug, centraal tussen je nieren. Samen maken ze verbinding met je onderste energieopslagplaats, je onderste dantian, die in het midden van je buik ligt. Laten we eens gaan ademhalen in deze punten. Leg je rechterhand op Du Qi onder je navel en leg de rug van je rechterhand op Ming Men tussen je nieren. Adem in en voel niet alleen je buik uitzetten, maar visualiseer en voel ook hoe Ming Men heen en weer gaat met je ademhaling. Adem in.
en adem uit. Breng je aandacht weer terug en leg beide handen weer op je buik en open je ogen. Laogong. Je Laogong-punten kun je vinden in het centrum van je handen en daar ademen we door als we met onze armen een vliegbeweging maken. Til je armen op schouderhoogte. En maak vliegbewegingen met je armen. Wanneer je je armen intrekt, adem je in en neem je verse chi uit je omgeving op via je Laogong-punten. En wanneer je uitademt, visualiseer je dat je oude en verbruikte chi afgeeft aan je omgeving. En laat je armen weer zakken. En open je ogen. Tot slot, Bai Hui. Bai Hui is gelokaliseerd op het midden van je kruin. Met Bai Hui maken we verbinding met de blauwe lucht boven ons. Laten we dat eens gaan visualiseren. Sluit je ogen en open met je geest Bai Hui bovenop je kruin. Voel dat je daar verse chi uit het universum mee opneemt als je inademt en ook weer loslaat bij een uitademing. Adem in en adem uit. Voel het centrum in je hoofd gevuld worden met verse chi uit de hemel. Breng je aandacht weer terug en open je ogen. Schep een grote chi-bal uit de aarde en breng die tussen je armen naar je buik. Leg dan je handen op Duchi. Zet je linkervoet bij je rechtervoet. En dan mag je je handen laten zakken. En bedank je. En op deze manier ademen we door onze meridiaanpunten tijdens Qigong. Het doel is dat we oude chi, verbruikte energie en oude informatie uit ons lichaam laten vervloeien met onze omgeving.
en dat we gevuld raken met verse chi om ons lichaam en geest te voeden. Dit was aflevering 2 uit de serie Qigong Shorts. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de ontspannen uitgangshouding. Tot dan!